Dylan, gefeliciteerd met je 3-jarig contract. Waarom wil je volgend seizoen graag naar VVV komen? Ja, nou ja, ik heb veel gehoord. Het is een mooie club. Natuurlijk een mooie historie waarvan ik weet. Goede kwaliteit spelers. Goede staf. Venlo, het is gewoon een prachtige club. Van wat ik hier gezien heb. En zodra ik hoorde dat VVV geïnteresseerd was, was ik gelijk blij natuurlijk. Wat ben je voor een speler? Vooral iemand die veel neerzet, veel coacht in het veld. Gewoon sterk, snel, situaties goed kunnen inlezen. En aan de bal ook wel sommige dingetjes. Je bent nu 23 en eigenlijk pas laat in de betaald voetbal terechtgekomen. Ja, klopt. Ik ben nu, hoe zeg je dat, 2 jaar echt een prof, om het zo te noemen. En dit is mijn volgende stap. En ik heb er veel zin in, heel veel zin. Ja. En waarom denk je dat VVV de juiste volgende stap is? Ze zijn goed bezig op dit moment. Hè. Ze zitten eigenlijk in de play-offs. En ik denk dat ik hier nog meer uit mijn carrière kan halen dan wat ik nu laat zien. En ik heb heel veel vertrouwen in de club en met de spelers om me heen. Met de staf natuurlijk, trainer. Veel vertrouwen gekregen, dus dat sprak mij aan. En ik denk dat het wel goed gaat komen hier. De naam Timber, die kennen we al natuurlijk in Nederland. Door je broertjes die bij Ajax en Feyenoord spelen. Wat vinden zij van deze stap? Ja, ze zijn super trots op me natuurlijk. Ik bedoel, je werkt echt zo hard voor. En dat ik hier dan een 3-jaar contract uit kan halen, dat is natuurlijk iets moois. Dus voor wat ik weet zijn zij trots en blij. En komen ze zeker kijken als het kan. Wat zijn je verwachtingen voor het nieuwe seizoen? Mochten we nog KKD spelen, dan gaan we natuurlijk spelen om naar Eredivisie te gaan. Ik wil gewoon mezelf zo goed mogelijk ontwikkelen. Mezelf naar een hoger niveau brengen, maar ook de club naar een hoger niveau brengen. Dus daar gaan we voor, ja.